Oh, hij gaat zijn eigen intro ook erbij doen. Oké. Okay. Helemaal welkom. Oh mijn god! Vandaag. Hou eens even op, jij! Hallo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe goedgekeurd mail. Dit zijn alle hoogtepunten die op de livestream waren. Twitch.tv/DHDLive. Daar ga ik af en toe livestreamen, goedgekeurd mail. En als je daarvan up-to-date wil blijven, dan moet je mij even volgen op twitter.com/MilanKnol. Ik wens jullie een hele fijne video. Doei. Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD. Hey mensen van Dagelijks AD, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Boston en ik ben Sofie Oud. Ik ga vandaag Vampire Z spelen op Hypixel. Nou ja, ik denk dat heel veel van jullie Vampire Z wel kennen. Ik bedoel, ik denk dat heel veel het wel spelen. Maar Vampire Z is een beetje lastig uit te leggen. Je bent zeg maar een man, ja, als je zeg maar de survivor bent, noemen ze dat volgens mij. Dan, ja, dat zien jullie over 5 seconden. Dan ben ik gewoon een man met een zwaard en dan moet ik gewoon... Hij heeft wel potentie hoor. Hij begint leuk. Hij begint goed. Ja, een beetje gaan verstoppen. Ik weet alleen, hij klinkt heel jong. Hij is ook jong. Ik bedoel, daarom klinkt hij jong. Oh no shit, Sherlock. 12 jaar. Maar het is leuk hoe hij het brengt, man. Te grote headset. Nee, zijn hoofd is nog niet groot genoeg omdat hij nog niet oud genoeg is. Nee, grapje. Nee, hij brengt het leuk. En ik weet zeker dat als hij hiermee doorgaat en hij was ouder geweest en al iets meer zeg maar, een baat in de keel, dat hij dan verder zou komen. Want dat is het punt. Als ik dit nu goedkeur, weet ik dat er mensen zijn die ook hetzelfde praten als hem. Ook een hoge stem hebben. En er zijn ook een paar kijkers nu die, waarvan ik zeker weet dat die een hogere stem hebben, of net zo'n hoge stem hebben als hem, die dan jaloers zijn of gaan haten en gegarandeerd een duimpje naar beneden doen. Ik zeg niet per se dat jullie dat zijn, maar ik weet dat er mensen zijn die dat doen, ondanks dat je gewoon zegt van, ik gun het hem, want ik gun het hem wel, weet je? Hij is goed. Alleen ik weet zeker dat als ik dit upload, dat hij dan alleen meer haat krijgt dan dat hij er wat aan heeft. En tuurlijk, je houdt altijd wel wat mensen over die dan ook echt daadwerkelijk op zijn kanaal abonneren en kijken. Maar bij deze is het van, wacht nog gewoon even, een jaartje, misschien 2. En ik weet zeker dat jij gewoon dan fucking goed bent. Ik zie hier 51 video's. Babyfood special. Wat? Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag Mathias en wat ga ik... Kijk hier, kwaliteit is ook fucking goed en hij brengt het leuk en zo. Babyfood halen. Dat klinkt. Wij gaan dan babyfood halen voor de 50 subspecial. En ja, ik heb er zin, we gaan naar de kruidvat en ik ga van afstandje filmen. Voor cool, die vrouw reageert, dus wij dat gaan kopen, dat lijkt mij genius. We staan nu bij Mathias huis. En ja, ik ga op de fiets stappen en dan... En dan gaan wij zo daarheen en dan zie ik jullie eigenlijk bij de kruidval denk ik wel weer. We gaan op de fiets oplopen. Hè? We gaan op de fiets oplopen. Wat zullen we doen? Lopen? Lopen. We gaan lopen en hier zit mijn hele mooie fiets in mijn show. Even. Oh nee, hij was gestopt. Oké, nu niet meer. Zie, hij heeft wel potentie van, hij snapt hoe het vloggen werkt. Hij snapt hoe je moet filmen, hij snapt hoe YouTube werkt. Dat heb je wel door. En dat is iets wat je hebt of wat je niet hebt. En ja, je kan wat leren. Ik bedoel, kijk naar Enzo. Hij wist ook geen drol van YouTube. Hij heeft altijd gewoon bij mij wat gekeken en saai. En toen ineens, hey Milan, ik vind het leuk. Wat? En dan heeft hij dat geleerd. En op een gegeven moment dan zit je in zo'n flow en dan kan je het. Maar hij heeft al aanleg gewoon. Nou, heel... Hij heeft al gewoon aanleg, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat hij... Gaat hij dat opeten? Oké, leg hem neer. Roer het. Oh mijn god. Oké, jongens. Daar gaan we. Babyfood, de heavy shit hoor, dit. Oh my god, oh my god. Nou, acteren kunnen ze ook. ik denk serieus hier, 12 jaar, dat is jong hoor. Maar hij heeft het wel, hij heeft wel aanleg. Yo, Basten. Ik zeg een jaartje, maar joh, misschien een half jaar of zo, weet ik veel. Milan, zit er een limiet aan het insturen, want ik ben al 2 of 3 keer afgekeurd. Nee, is het? Nee. Nee hoor.
Er zit geen limiet. Stuur wat je wil. Oh, mooie dame hier. Wat is dit? Oh, hier zit de video. Dan moet ik hem dus eerst downloaden. Zo werkt dat niet, bro. Je moet hem verborgen uploaden. Deze video is goed gebeurd. We zijn aan het opnemen, snor. Oh, we zijn begonnen. Yo, mensen van tussen. What the fuck? We zijn aan het opnemen, snor. We zijn aan het opnemen, snor. Oh, we zijn begonnen. Yo, mensen van tussen David Games. Hoor je dat? Oh my god, are you serious? David Games. Dus David Games? Yo, mensen van Dus David Games. Snol, het is dagelijks AD. Dagelijks AD. Snol! Welkom bij deze afgekeurde video. Goedgekeurd, goedgekeurd video. Ik speel voor jullie de Hunger Games. Ik ben Danny, 12 jaar oud. Ik maak filmpjes voor YouTube. Mijn YouTube naam is GamerDutch1. Miss GamerDutch1. En ik maak al lang video's en Hunger Games doe ik niet voor het eerst, want ik vind mezelf heel goed. En ik wil David alvast bedanken voor dat deze video goed Milan Snol! Ik bedoel, Milan Snol, pardon! Milan, bedankt voor deze potverdooi. Goedgekeurd video. Klein kutkind. Ja, knol, ja. Niet snol. Blitz Survival. Hypixel Snol. Geweldig. Met onzekere Danny. Oh, geweldig dit. Hypixel Server. Ik hoop dat ik beroemd word met deze goedgekeurde video. Ik ga deze joinen, want dan hoef ik... Als ik 13 ben, geen kranten meer te lopen, want dan heb ik al genoeg geld met YouTube. Hoop ik, dan word ik zo beroemd als Milan en David. Zelf vind ik dat heel leuk. En ja, als dat gebeurt, dan vind ik dat... Bek houden, snoer, ik wil slapen! Sorry, mam. Mijn moeder wil slapen, dus ik kan niet zo hard praten. Want als ik... What the fuck? Hashtag snolpower. Nee jongens, dat gaan we niet doen. Anders dan nemen we die hele trending topic lijst over met allemaal hashtags. Praten gaat mijn moeder slapen met dingen. Als mijn moeder slaapt met dingen, dan doet het pijn. En ja, dat vind ik niet leuk. We zijn al gespand. Ik zie daar Hitler. Josh Kitt. Wat zegt hij nou? Ik zie daar Hitler. Hitler? Hitler? Het lijkt niet eens op Hitler. Dit is een dikke baard met fucking vikingshoofd. Gespand. Ik zie daar Hitler. Ik denk hè, serieus, als zijn moeder dit ziet, dat hij echt super boos wordt. Dat weet ik bijna wel zeker. Ik weet niet welke ik moet nemen. Speel dit heel weinig. Snor, je speelt het heel veel. Neem de zwaard. Ik speel dit heel veel. En. Ik neem de zwaard. Ik zie daar Mario. Dat is leuk. Vind ik. Voor de rest doe ik dit met tegenzin. Volgens mij waait het daar binnen. Dat moest je niet zeggen, zei ik. Ik vind dit heel leuk. Ik wil dit wel maken. Ik wil het gewoon maken. Omdat ik het leuk vind. Oh, na 3 minuten 15 begint ook echt pas eigenlijk de video, zeg maar. Lopen. Oh. Die gouden broek hadden we net niet. Oh, ik heb een appel. Met rode appels kan je heel veel. Weet je, ik vind het gewoon leuk om te kijken, gewoon dit. En de schoentjes. Omdat ze ook al van die dingen zeggen dat je denkt van... Wat? En dit is... Eigenlijk gewoon echt kut, gewoon. Ik bedoel, de mic is kut. De kwaliteit van de cam, ja, net niet gehoeven. Dan kun je gewoon het zwart spandoek ophangen, want je ziet geen fuck. Maar het is zo
zo raar, zeg maar. Het is zo apart. Ik snap er geen kut van. Snol? Nee, is Milan Snol. Dus het is een beetje van... Hè? Wat gebeurt hier? Oh, de plek. Oh, nee. Nee! Nee! Kut, kind, wat zei ik nou? Oh my god. Sorry, mom. Oh my god. Ik genoten hebben van de goedgekeurde video. Oh my god. Rip, rip headphone users, guys. Rip, sorry, rip. Damn, ik weet zeker dat een paar van jullie echt... Zo zaten, man. Fucking hell. Wat gebeurt hier? Oh my god. laten we deze maar afkeuren, gewoon, zodat we niet ineens een paar dove mensen hebben, gewoon op dagelijkse ding. Oh my god. Yo Milan, wie? Leroy. Wat? Ik heb een goedgekeurd video gemaakt. Leuk, ik heb mijn werk best op gedaan. PS, ik vind het erg dope dat je tijd voor mijn video maakt. En ik wil het graag dat je hem kijkt tijdens opnames. Want je geeft altijd super goede tips, maar hoeft niet per se hoor. Oh, dankjewel. Deze video is... Oeh, dit is heel zacht. Door het is echt heel zacht. Ook gewoon een camcorder. Ik ben alleen, alleen, niemand om me heen. Alleen, die nutteloos steen. Elke weg, weg, heeft hij maar pech. Nu heb ik niks meer, ik ga recht weg. Op de diamant uit de chest, daarna snel naar het... Ah, het is leuk bedacht, maar... Het is iets meer oefenen nog. Het is wel leuk bedacht, die tekst. Oh mijn god, jongens, gaat het met jullie? Even serieus, gaat het? Hij schreeuwde hard, hè? Fucking hell, gewoon. Uit het niets ook gewoon. Niet eens een waarschuwing. Van, yo, hier komt shit. En eens gewoon... Fucking hell, man. Gameplay voor dagelijks AD, dat is de oude kanaal. De oude. Het oude kanaal. Het. Ik hoor ook niks. Yo, Wessel hier samen met Tom. Yo. Met een challenge. Ja. We gaan met handschoenen aan. gaan we extinction doen van Captain. Laten we dat maar niet doen, hè jongens. Pers van de pers. Naar veel bewerken. Deze video is... Deel 6? Fucking random. Goed gebeurd. Door dagelijks AD. Gewoon midden in een game ineens van... Yo, hier heb je mij midden in een missie. Alsjeblieft. Yo mensen, je kijkt natuurlijk naar Real Gamer 2. Met je host Okami. En we gaan verder met... Shadow Warrior 2013. Verder met? Je bent net begonnen. Voor mij. Wat de fuck? Beetje raar hoor. Dat kan niet. En die mic was ook dat je heel erg... Dat hij helemaal zeg maar zo praat en zo. In plaats van dat je mij gewoon duidelijk goed zo hoort. Zo, hallo, ik ben Milan Knol. Ah. Weet je? Snap je? Kevin, 12, Amsterdam. Informatie. 39 abonnees, 50 video's. En ik hou ook soms om mensen te trollen. Oh, dus hij gaat mij nu trollen. Let op. Dit is de Nyan Cat. Oh, surprise, surprise, surprise. Die is wel heel goed in trollen. En dit is... Wat is dit? Thomas, 16 jaar, België. Oh, de België. Deze video is... Goed gebeurd. Door dagelijks AD. Oh, hij gaat zijn eigen intro ook erbij doen. Oké. Okay. Helemaal welkom. Oh mijn god! Hou eens even op, jij! Gek! Wat doe je? Assassin's Creed Black Flag gekocht en ik stond op het andere schip. Nee, oh mijn god, de kwaliteit. Gezien? Stond hij niet op het andere schip? Nee. Beetje raar, man. Deze video is... Zo zacht. Gebeurd. Door dagelijks AD.
Yo gasten van Dagelijks Day, ik ben Joep van het kanaal iMix Gamers en ik ga vandaag voor jullie een mod showcase. Deze mod heet Zombie Craft, zoals je hier ziet. Deze mod is eigenlijk gebaseerd op Call of Duty Zombies. Zeg maar. Je hebt hier 5 verschillende schematic files, dat zijn allemaal maps. Je kunt ze editen. Ik zal wel even laten zien hoe dat eruit ziet. Moet je kunnen laden. Dat is niet fijn. Wat? En dan gaat hier even laggen. Altijd als je aan het bouwen is. Oh nee, dat is jammer. Dat gaat hij gewoon een beetje zichzelf lopen praten van. Hij gaat hij laggen. Ja. En weet je, dan gaat hij wachten. En dan moet jij dus met hem meewachten in een video. En hoe vervelend is dat als je in een video moet wachten? Als je in een livestream moet wachten. Pretty fucking logisch, want dat is een fucking livestream. Pretty fucking logisch. Maar in een video wachten? Nee. Dat moet je niet doen. Moet je niet willen. En moet je niet willen. Deze video is goed gebeurd door Dagelijks AD. We heten jullie welkom met onze taal spreekt. Kom niet ongevraagd naar binnen, goblins geven de doodsteek. Gangen zijn oneindig, de dood vindt zich hier snel. Dit is thuis, Mama Lido, veilig en wel. Kingdom Malino, sterkst van allemaal. Oh. Koning Kamal? Ja, wat is er? Mag ik alsjeblieft even naar het toilet? Dit is niet mijn muziek en mag ik niet gebruiken, dat is copyright. Plus het is gewoon een kutnummer. Maar, sorry man. Duurt wat te lang voor speed art. Plus ik kan niet zomaar nummers gebruiken van andere YouTubers. De vorige Dit is Milan Speed Art die op DHD kwam. Die kreeg ik ook opgestuurd. En die heb ik toen zelf nog gezegd van het moet korter. Want ik vind het zelf persoonlijk heel saai om te kijken naar speed art. En dat is eigenlijk alleen voor artiesten is dat leuk. En er is al zoveel shit, zoveel speed art op YouTube. Ook goede speed art. Dat echte artiesten daar wel naar kijken, weet je. De gamers is meer van, oh, knap. Verder klikken, weet je zo. Maar een gamer gaat niet 4 minuten daarna lopen kijken om dan vervolgens te zeggen, oh, knap. 4 minuten van mijn leven verneukt. Hey, daar zie ik tenminste een gamer niet voor aan. Daar zie ik mezelf ook niet voor aan en dat doe ik ook niet gauw. Daarom had ik toen tegen die andere kerel gezegd van doe het 2 minuten of zo. En hij had een leuk intro en een leuk outro met dat heel erg opviel. Dus dit is Milan Speed Art. Als je denkt van, oh, wat voor speed art zoek je dan Milan? Kijk naar dat. Dat is precies wat ik zoek. Dat was echt gewoon dat ik dacht van, nice. Vlogging is er, video is er, presentatie is goed. Hij had nog origineel begin ook. Speed art was leuk, weet je. Dan is het leuk om te kijken. En tot het eind had hij nog bloopers. Dus dat zat heel goed in elkaar gewoon.